In deze uitleg ga ik jullie laten zien hoe je uh, overgangen tussen bepaalde videoclips kan laten zien. Om uh, die overgangen er, uh, tussen die clips te gaan zetten heb ik iets andere clips nodig. Want dit zijn eigenlijk geen clips die van mezelf zijn. Dus ik moet deze eventjes verwijderen. Ik selecteer al die clips en ik verwijder ze. Die clips die zijn eruit. Uh, dit mapje van Storm, daar ga ik dan die nieuwe clips in zetten. En die clips die ga ik dan weer op de volgende manier ophalen. Hè. We doen even dat pijltje weer intikken. Een bron kunnen selecteren waar de bestanden op staan. En in dit geval heb ik een uh, SD-kaartje erin gezet. Klik die aan en dan zie je hier meteen ook die clips. En het is natuurlijk ook inderdaad wel die storm. Uh, maar die storm die was van 18 januari. Dus ik zoek even die clips op van 18 januari. Door Shift in te gedrukt te houden en de pijltjestoets naar beneden, selecteer ik al die. Uh, bestandjes van 18 januari. En ik zeg import selected. En dan zie je, ik wil ze dus kopiëren naar de library. En het gaat inderdaad in dat mapje storm. Want dat mapje dat kan ik er wel voor gebruiken, want dit gaat ook over een storm. Uh, je ziet, dan is hij bezig met ze aan binnenhalen. Goed, als ik nou al die clips in één keer uh, in mijn tijdlijn wil hebben, dan druk ik de command-toets en de A-toets in. Dan heb ik ze allemaal geselecteerd. En dan druk ik op de E-toets. En E betekent dus dat ze. In één keer in de tijdlijn terechtkomen. Dan zie je hier bovenaan staan uh, dat deze clips in totaal duren. 5 minuten, 6 minuten, 6 minuten en nog een aantal seconden. Uh, je ziet ook dat je hem uh, vrij uitgebreid hier neergezet hebt. En je wil eigenlijk die hele tijdlijn in één keer kunnen zien. Uh, daar is ook weer een handigheidje voor. Dan uh, hou je de shift-toets ingedrukt. En de z-toets. De shift en de z-toets. Je ziet. Dan schuiven al die bestanden schuiven in elkaar. En dan krijg je hier, zie je dit is bestandje 1, 2, 3. Hier heb je weer eentje. Nou, hier kunnen we dus wat overgangen in zetten. Wat ik nou net zei over die sneltoetsen met dat shift en z enzovoort. Dat zijn uh, de functies die dus, uh, die pijltjes die je hier ziet, waar ik dus hier nu in de ronde draai. Dat is deze pijl. En als je dat drop-down menu indrukt, dan krijg je dus A is select. T is trim, P is position, range selection, R, blade om het door te snijden, de zoom, zie je, dit is dus die z-toets. En het handje. Dat zijn die functies van je muis die je kan instellen. Dat vind je daar. Uh, ik gebruik zelf heel graag sneltoetsen, dat vind ik wat prettiger werken ermee. Je ziet dat uh, de import is completed en ik kan hem eruit doen. Dan druk ik op eject en dan kan ik namelijk de SD-kaartje veilig verwijderen. Je ziet hier dus die overgangen zitten. En ik wil die overgangen als het een heel ander beeld is. Je kan hier bijvoorbeeld zien: dit is dit. En dan gaat het ineens over naar een ander gedeelte van het gebouw. Ik ga hier staan met de tijdlijn. En dan zag je dat ik er zo overheen ging. En dan kwam die overgang. Dus die overgang die zit hier. Als je dat dus op dit kleine schermpje ziet. En je zegt: ik wil het groot hebben. Dan zie je dus hier die toets van volledig scherm. Play full screen. Kijk, als ik daar dus op druk, dan gaat hij afspelen en op het grote scherm meteen. Goed, dan krijg je hier nu die overgang. Eerst nog even dus dit naar beneden. En dan krijg ik deze overgang. Nou, dat is niet mooi. Dus, en als je dan op de escape druk knop drukt, dan gaat hij weer terug naar de layout. Je ziet hier een icoontje staan. Als je erop drukt, show or hide the transition browser. Overgangen in staan. Ik klik daarop, dan krijg je hier uh, die transitions, de overgangen. En hier heb je All. Het leuke is dat als ik bijvoorbeeld zeg deze, dan zie je echt duidelijk dat hij een overgang hebt. Dus als ik deze met mijn uh, linkermuis ingedrukt houd, dus geselecteerd heb, en ik sleep hem naar deze overgang, en ik laat hem los, dan zegt hij: Wilt u die overgang maken? Dus ik zeg ja, ik create a transition. En dan gaat het er zo uitzien. Kijk, dan zie je die overgang. Hé, hey, hij gaat ergens anders heen. Nou, we gaan weer even naar Escape terug. Uh, we nemen er nog eentje bij. En die zet ik uh, hierin. Create transition. En om dat nu eventjes wat sneller achter elkaar te laten zien. Maak ik die clipjes iets kleiner. En dat doe je op de volgende manier. Je ziet op het moment, dit is, dit is je pijl. En op het moment dat je die verhuist naar die tijdlijn waar dus die filmbeelden zijn. Dan zie je dat dat wordt een soort... Uh, tekentje dat je de, nu kan ik hem naar links verschuiven, de film. En als ik deze neem, dan kan ik die naar rechts verschuiven, de film. Dus ik tik hier deze in en ik doe hem kleiner maken. En dan zie je, nu wordt die film een heel stuk kleiner. Zo. Ik doe deze een heel stuk kleiner maken, alsjeblieft. En deze, die maak ik ook een stukje kleiner nog. Zo, ik maak ze allemaal even gelijk. Het gaat dus niet om de beelden. Maar het gaat erom dat je die transitions even snel kan zien. En deze is helemaal kort. Als je nou denkt van ja, ik kan niet goed zien waar die uh, overgangen zitten. Dan hou je dus even de uh, z-knop drukje in. Dan wordt het een loopje. En als ik nu met mijn linkermuis klik en ik doe deze twee. Selecteren en ik laat hem los. Kijk, dan worden ze groter en dan zie je hier wat duidelijker die overgangen. Pijltje is nog steeds dat loopje maar dat wil ik niet. Dus ik druk op de A-toets en dan wordt hij gewoon weer mijn pijl, zodat ik er dingen mee kan doen. En ik zeg weer eventjes de shift-toets ingedrukt en de z-toets. Dan is die weer in zijn geheel. Het duurt 1 minuut 15, is vrij lang, zodat jullie dat om te laten zien is even iets te lang. Dus ik ga die clipjes nog ietsje korter maken. Nou, en als je ze dan allemaal klein gemaakt hebt, kijk, 30 seconden. 30 seconden is leuk om te laten zien. Dan laat ik jullie zien. Uh, ik zet de tijdlijn even terug naar 0. En ik ga het nu in vergrootscherm laten zien. Dan zie je dus wat de overgangen doen. Dat het nog wel eventjes iets leuks is om daarmee te gaan spelen. Zie je die schoof weg, kijk, die zag draaien rond in pijlen. En die ging ook de pijlen de andere kant op. Dan heb je overgangen. En als laatste ging deze weg. Uh, we gaan even terug uh, via Escape naar het beginscherm. En zo kan je op die manier kan je allerlei soorten van overgangen erin zetten in je tijdlijn. Als jullie het leuk vinden om dit soort dingen te zien, abonneer je dan op mijn uh, kanaal. Dan kan je gewoon elke keer als ik een nieuw uh, instructiefilmpje erop zet of ander soort filmpje, krijg je daar automatisch een berichtje van. En dan hoef je er niet op te letten of ik er wat anders op gezet heb. Dus tot de volgende keer.